Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. In het noorden van het land komt laaghangende bewolking voor. Geleidelijk gaat de meeste bewolking wel oplossen en schijnt overal de zon flink. Maar het kan dus eventjes duren voordat in het noorden de zon erbij komt. Halverwege de ochtend is het een graad of 19 en vanmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 21 graden in het noordwesten... tot een zomerse 27 of 28 graden dieper land in Waard. Er waait een matige en zeevrij krachtige wind uit de noordelijke richtingen. Vanavond gaat de wind afnemen. Verder zijn er dan brede opklaringen, maar ook wolkenvelden. En die wolkenvelden die gaan vannacht vanuit het noorden over het land uitbreiden. Morgen is het dan in eerste instantie op behoorlijk wat plaatsen grijs, maar dan geleidelijk gaat de zon weer doorbreken. Het blijft de hele dag droog en het wordt 20 tot 28 graden bij een matige noordelijke wind. De komende dagen houdt het zomerse weer aan, met over het algemeen veel zonneschijn, af en toe ook wel wat bewolking, meestal in de vorm van wat stapelwolken. De temperatuur ligt in de kustgebieden rond de graad of 22. Dieper landinwaarts is het een zomerse 25 tot 28 graden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.